Het is 1992 en de Molukse dominee Metiari schudt de hand van premier Lubbers. Het door hem opgezette 1000-banenplan voor Molukkers is een succes geworden. Molukkers kampte in de jaren 80 met een hoge werkloosheid, weet de toenmalig voorzitter van de Molukse wijkraad in Assen nog goed. Die was toen gigantisch groot. Bijna 3- tot 4-voudiger dan de gemiddelde werkloosheid onder de Nederlandse beroepsbevolking. Dus je kunt spreken van een ernstige situatie als het gaat om de arbeidsparticipatie op de arbeidsmarkt van Molukse jongeren toen. Molukkers waren na hun komst naar Nederland in een achterstandssituatie terechtgekomen. Politieke onvrede was er, werkloosheid ging gepaard met sociale onrust en later treinkapingen. Midden jaren 80 refereerde oud-premier Lubbers aan de benarde situatie in een toespraak. Die valse start, nu 35 jaar geleden, heeft zeer lange tijd tussen ons ingestaan. Zeer veel jaren. Terugkijkend, te veel jaren. Een 1000-banenplan, een Molukse historisch museum, een pensioen voor knilmilitairen en een erepenning kwam er. Dominee Metiari kreeg van premier Lubbers een oorkonde waarin de gezamenlijke verklaring met de Nederlandse regering stond opgeschreven. Lubbers komt de eer toe, vindt Tuparia. Hij zag absoluut het belang van, want hij dacht van, goh, we hebben politiek al een meningsverschil met de Molukkers en dan komt ook nog grote werkloosheid. Waar zou dat eventueel toe kunnen leiden? En dat is op een gegeven moment toch de heldere blik op die problematiek van Lubbers, zou je kunnen zeggen. De Molukse gemeenschap is de oud-premier die vandaag in Rotterdam is begraven daarom dank verschuldigd. Zeker degene die door Lubbers een toekomst kregen. Op zijn minst die 1000 Molukkers, meer dan dat zelfs, denken daar terug. Ik spreek vrienden, mijn generatiegenoten die toen actief waren, spreek ik er nu over. En er zijn een paar die zeg maar, het condoleanceregister in Rotterdam ook hebben ondertekend.